Ik heb zin om daardoor die tuin heen te banjeren, daar zo op dat plein en dit boel ook eruit te trekken. Gewoon terugbetalen. Godverdomme. De buurt is, net als Bram Pater, op zijn zachtst gezegd niet blij met de gemeente. Alle bloemen en planten die zij speciaal voor de bijen geplant hebben aan het Aruba-pad zijn door de gemeente maandag weggemaaid. En er stond een hoop. Van dit soort bloemetjes staan er ook meerdere over het hele veld heen. Wat hebben we dan nog? Hier, er staat er nog eentje. Hoera. Klaprozen. Ik zie er geen een meer. Niks meer. Niks. Ja, hier heet dan zo'n soort disseltje, maar dat is niet zo mooie. Hier zo. Kijk die. Maar er stonden hele mooie. We sukken echt die mooie grote knoppen en zo. Prachtig allemaal. Gemist kan de gemeentewerker de planten ook niet hebben, want opvallen, dat deden ze wel. Tot aan de rand hier zo'n beetje. En ja, gemiddeld van allerlei soorten. Ja, want dat kun je zien, dat is een hele grote geweest hier zo. Die is zeker zo hoog geweest. De buurt is er kapot van. Zag u het net? Ja, ik woon hier tegenover, ja. En ik word er heel verdrietig van. Hoe moet dat? Ja. En nu? Nou, ik hoop dat de gemeente ons in de gelegenheid stelt om nieuwe te planten. Wie denkt dat als er nieuwe planten komen, de bijen snel weer terug zullen zijn, heeft het mis. Het duurt zo weer 2-3 jaar voordat ze weer hier naartoe komen. Ze blijven nou weg natuurlijk, want er is niks meer. En ja, dan gaat er zeker 2-3 jaar overheen met nieuwe generaties en zo allemaal van die bijen om weer hier naartoe te komen. Maar ja, er valt niks hier naartoe te komen. De gemeente was dinsdagmiddag niet bereikbaar voor commentaar.